Oost aangekomen. Oosterwijk. Oh, ik zie ook iets daar. Jee, het beloofde land. En er staat een Tesla. Ja, ik wou zeggen. En een rode. Ook nog. Goh. Wauw, gauw naar het zusje. Oh, het is wel echt gewoon een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo, hé. Dit is cool. Nou zeg, inparkeren, dat gaat wel heel goed zo. Dit is goed, hè? Ja, hartstikke goed. Eventjes de chargeport. Even de chargeport. Klaar. We kunnen gaan kijken hoe het werkt. Nou, wat fantastisch. 8 stuks fast chargers. En meteen ook andere Tesla gebruikers. Nou, ga ik eens even kijken of dit werkt. De chargeport is open. Oké, bam. Erin. Klik vast. Blauw. Nou, eens kijken of dit nou werkt. Kijk. En een paar seconden later is die aan het laden. Zo heren, hoe werkt dat? Je steekt hem erin. Je hoeft niks te doen. Geen pasje, geen dingetje. Nee, is volledig gratis. Ja. Ja, stekker erin en draai maar. Ja. Oké, en dat duurt ongeveer 10 seconden voordat hij gaat communiceren? Hij communiceert met de auto en dan als het vrijgegeven is, dan gaat hij laden. Oké, nou, mooi Tesla jasje. Ik heb ook wel eentje nodig eigenlijk. Kijk, weer een mooie zwarte. Absoluut, ja. En wie ben jij? Joost Vergils. Ik kom uit Tilburg, werk Lenschot. En ik had een mooie tweet gelezen dat hier een supercharger zou zijn. Dus daar gaan we even uitproberen. Ja, ja. Van wie had je die tweet? Volgens mij was het Timo Jansen. Timo Jansen heeft me doorgestuurd. Nou, doe het eens. Probeer hem eens even uit. Nou, ja. Hij wil eruit. Ja, het is een zware kabel, dat ding hoor. Oh. Eens even kijken, hij is blauw. Ja, 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 ja. Oh, hij begint meteen, bij jou begint hij meteen te laden. Bij mij duurde het even, dus het kan gewoon hartstikke snel. Ja, en dan heb je hier gewoon, het AC-restaurant. Je hebt hier de McDonald's. Nou, een ideale plek. Bij Joost ging het dus op 85 kilowattuur. Dan gaan we eens even kijken. Hoeveel ik hier zit. Kijk, ik zit op 155 kilowattuur met 385 volt. Dus ja, dat is zeg maar 60. Ik zit ongeveer op 65 kilowattuur dat ik laad. Dus ongeveer de helft van wat hij kan. Op het moment dat de accu gewoon veel leger wordt, gaat hij harder laden. Het laatste stukje gaat gewoon het minst snel. Dus ik ben nog wel even bezig. Hij laadt 322 kilometer per uur. Nou, dat is toch mooi? Hier wordt een mens echt blij van. Toch nog even bij Joost kijken. Die accu zit dus een stuk voller, 309 kilometer. Die zit op 82 ampère. En die laadt dus op 159 kilometer per uur. Kortom, de Tesla Supercharger in Oosterhout is top en gratis.